Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelda Play 20. Terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi, niet Mario. Luigi Galaxy. In de vorige aflevering hebben we 2 sterren gehaald in Honey Hive Galaxy. En in deze aflevering gaan we daar eens eventjes kijken wat de ster daar te vinden is. Waarom ook niet? En over random encounter gebeuren, laten we maar eens gaan praten over het weer. Eerst is het Big Bad Bugaboom. En dan is het dus weer heel erg mooi weer. En dan is het weer slecht weer. En dan regent het weer. En dan is het weer onweer. En dan is het daar weer. En dan is het weer hier weer. En ik word er helemaal geweerd van. Ik bedoel, laten we het heel eventjes... Ik heb zitten kijken. Bijvoorbeeld de winter. We hebben hier geen één sneeuwvlokje. En dan heb ik het over het zuiden, jongens. Dan heb ik het echt over het zuiden van Nederland. Auw! The whole Mandibar clan has invested our kingdom. Ja, dat is niet mijn probleem. Nee, maar het... We hebben dus echt totaal 0,0 winter gehad. En geen één sneeuwvlokje of iets. En ja, bij de meeste locaties... Dude, luister eens hier. Ik heb net... Ik sprong bovenop je! Daar! Zo. Nee, maar ik heb dus zeg maar... Ik weet niet... Die er allemaal van die hele hoge temperatuur hebben gehad. Ik weet dat het noorden nogal moeilijk was om die hoge temperatuur te krijgen. Dus Dan vraag ik me eigenlijk toch af van... Wat vinden jullie eigenlijk een beetje van het weer op het moment? Ik moet zeggen, het weer is behoorlijk een beetje aan de rare, vage kant. En dan hoorde ik hier net iets groeien. Nee, oké. Wat we moeten doen is, we moeten hierop gaan staan en we moeten dus geshoot worden door een bubbel. Dan komen we hierboven weer terecht. En geloof me, aan dit level ga je een hekel krijgen. Maar we hebben een introductie van een nieuwe paddenstoel. Dit is de HP paddenstoel. Zoals je hebt gezien, we hebben maar 3 HP. Op het moment dat je zo'n paddenstoel vindt, heb je er 6. Op het moment dat je lager komt als 4 HP, dus je komt weer terug op 3 HP. Dan wil dat zeggen dat op dat moment dat dat gebeurt, dan zal dat tweede cirkeltje breken. En dan zul je dus zeg maar weer een max hebben van alleen maar 3. Dus, even dat uitgelegd te hebben. Goed, dus, waar moet ik met... Camera weird angle, oké, prima. Wil je gewoon een normale angle houden? Volgens mij moet ik daar toch naar boven doen, ik weet niet. Jongen, ik vind jou irritant! Kom hier, ik wil je pletten. Kom hier. Ik ben paars, dus ik plet je. Heb je iets tegen paars dan? Nee, niet echt, maar gewoon natuurlijk vijand. Ja. Wordt van mij verwacht dat ik die... Ja, ze vallen de bijen lastig. Dat mag toch niet? Oké, nou laten we hier eventjes omhoog klimmen. Volgens mij moest ik hier omhoog. Ik weet het niet meer. Het is te lang geleden dat ik dit level heb gedaan. Of moeten we nou toch hier naartoe? Want dit is gewoon open, dus ik neem aan dat we dan hier naartoe moeten. Oh, kijk, Abby! The neighbors are causing trouble again. We would be most grateful for your assistance. Oké, zolang ik maar niet meer op je... hoef te klimmen voor starting, zodat je dan gaat zeggen tot het kietelt, want dat is nogal best wel creepy. Oké, goed. Nou, we krijgen dus hier zeg maar een gratis bijpakje. Niet dat we dat nodig hebben. Nou, er zit hier geen gravity aan de onderkant, dus kijk daar wel voor uit. Oh, ik moet wel vliegen. Oké. Nou, lijkt het mij of dat daar iets aan de onderkant zit eigenlijk. Zo te zien niet. Nee, het is gewoon een kant. Oh! Een nog groter beestje. Hi. Die grote mark op je rug zal wel betekenen dat we je daar moeten raken. Ik bedoel, Captain Obvious. Ik moet zeggen, sommige spellen die zijn gewoon echt veel te makkelijk gemaakt. De eerste keer toen ik dit spel speelde, ik wist al gelijk wat ik moest doen. En dat vind ik op sommige momenten best wel jammer. Oh. Jij dropt bommetjes. Eens kijken of ik jou met een backflip op nog kan. Ik hoef geen bij te zijn. Nee, ik hoef geen bij te zijn. Heb je daar problemen met mij? Dan ben ik geen newbie. Dan ben ik een Luigi. Oké. Sorry. Oh, sorry jongens voor mijn slechte grap af en toe. Ja, boom. Ik geef op. Oké. En we krijgen dus een ster. Nou, op zich, ik denk dat we ongeveer zo'n 2 à 3 sterren per aflevering krijgen. Tot nu toe hebben we er elke keer maar 2 gehad. Nee, ik wil gewoon nog Luigi, niet als newbie. Want ik ben geen newbie. Ook al ben ik al 1 keer afgegaan in aflevering 2 en dit is aflevering 4. Niet dat het echt heel erg veel uitmaakt, maar toch. Ik bedoel, waarom ook niet? Goed.
wij willen zien wat die nieuwe ster eigenlijk dan, of ja, dat nieuwe leveltje dan te bieden heeft. Dus we hebben 7 sterren op het moment. Dus ik ben eigenlijk heel erg, ja, we discovered a new galaxy. Daar. Dus we kunnen eigenlijk naar beide vraagtekens. En een Hungry Luma is ook geappeerd. Dat laten we ook nog wel zien. Dus, oké, okay, nee, ik wil niet 7, ik wil eerst daar naartoe. En dan kunnen we dus naar die of naar die. Ik vind het wel jammer dat je daar niet krijgt te zien hoeveel sterren dat je ervoor nodig hebt. Of welke dat het eerst of weer was. Dus laten we eerst maar naar deze toe gaan. En dat is Loop the Loop Galaxy. Of moet ik zeggen Loop the Loop Galaxy. Omdat het dubbele E of zo. Maar dat mag niet. Volgens mij is dit zo'n geest ding of iets. Ik weet niet zeker. Goed. Surfing 101. Klinkt interessant. Ik hou wel van surfing. Everybody wants to surf in. Surfing US. Okay. Oh, dit is een beetje van Mario Galaxy. Of van Mario Galaxy. Natuurlijk is dit van Mario Galaxy. Dit is een beetje ook zeg maar van Super Mario Sunshine. Op het moment dat je dan voor red coins moet surfen en alles. Hallo Pingwang. Are you a surfer too? Nee. I see. Well, if you change your mind, let me know. Ik stond voor je. Hoe deed jij dat? Hoe deed jij dat? Hoe? Hoe deed jij dat? Are you a surfer? Ja, ik ben een surfer. Ben je nou tevreden? Oh, but this is your first time race surfing, right? Dan weet je toch dat ik geen surfer ben? Waarom vraag je het dan? Well then, let me show you the ropes. Now, let me explain. Point your Wiimote at the screen, okay? Yeah. Yeah, that's the basic position, okay? Turn left, twist left from your position. Okay, dus moet ik naar links. Yeah. Oké, okay, that's how you turn left. En naar rechts. Ja, dan. Moet ik daar nou echt een tutorial voor hebben? Oké, okay, nou, dan kan ik de nunchuk gewoon naast me neerpleuren. Hold down, A to speed up. All you need to do, oké, okay, nou, let me. Oké. Okay. Is dit de testcourse? Is dit al de cursus die we moeten doen? Waarom krijg ik zoveel muntjes? Ja, ik druk gewoon de A-knop in, want anders gaat het echt veel te langzaam. Nou, echt veel maakt het niet uit, maar. Ach ja. Kan ik alle muntjes krijgen? Alle muntjes? Ja, alle muntjes! Ik ben pro. Oké, okay, nou wordt het dus gevaarlijk. De best time is 1 minuut 30, dus we moeten de best time moeten we dus zien te verslaan. Good luck. Ja, nou dat komt wel goed. Je kunt hier dus zeg maar heel erg makkelijk van de zijballetjes afvliegen. Dus ben je bang dat je uit de bocht vliegt? Laat die A-knop eventjes los. Goed, nou vind ik het misschien wel leuk. Ja, laat je snelste tijd weten als je natuurlijk de snelste tijd hebt. Mocht je dit spel zelf spelen, mocht je dit spel nog niet zelf spelen, ja, dan kun je natuurlijk niet de snelste tijd invoeren. Maar ik vind het eigenlijk best wel mooi hoe dat water zo over door de lucht heen gaat in dus zeg maar zo'n gravity-stroom. Waar ze dus, heel erg veel gebruik van maken in Mario Galaxy. Is gewoon echt. Ik vind het gaaf, sorry. Oké, okay, nou, dit is niet te dicht op de rand. Oké, okay, nou, ik zit al op 41 seconden, dat is net zoals dat de finishlijn eigenlijk heel erg veel lijkt op een hele grote shine. Shine sprite. Oké, okay, nou, remmen scherp gebokt. Gierende banden of gierende mantra's. Wat maakt het uit? Oké. Okay. Daar is de finishlijn. Oké, okay, nou mijn tijd is 1 minuut en 3 seconden en 1300 seconden. Yay. Congratulations, you deserve a gold medal. Laat me raden, ster. Dat is mooi. Ik vind het wel leuk dat we daar dan ook zo'n tribune hebben, zo. Was heel even stelde met audio. Galaxy Complete! Nou, op het moment dat je dus te horen krijgt dat je een Galaxy Complete hebt, komt er dus een sterretje, of ja, komt er een kroontje op te staan. En dan weet je tot daar geen sterren meer te vinden zijn. Waarom dat we nog geen sterren kunnen vinden? Zeur niet. Waarom dat we dus nog geen sterren kunnen vinden op het moment bij die andere levels? Daar komen we later natuurlijk op in het spel. Nou zouden we naar de baas toe kunnen gaan. Maar ik heb nog niet echt veel zin om naar de baas toe te gaan. Aangezien dat we dus hier zeg maar nog een nieuw galaxy hebben. Dus wil ik eerst eigenlijk naar die nieuwe galaxy. En dat is Flip Switch. Mag ik even? Dank je. Flip Switch Galaxy. Fly to this galaxy. Nou, dat galaxy. Ja, die galaxy. Hoeveel gaan we nog galaxy zeggen? Vaak. Want ik heb een grote L op mijn voorhoofd. Oké. Okay. Painting the planet yellow. Joepie. Ik heb hier al zoveel problemen mee gehad in part 2. Hadden we ook van die flip switches. Wat doe ik? Ik spring gelijk naar beneden.
Hartstikke leuk. Al moet ik zeggen dat ik echt de achtergrond weer, oude 8-bit, 8-bit blokken Mario. Echt heerlijk. Van Mario 1. Goed, dus wat we hier moeten doen is, we moeten dus alle vraagtekenblokken die we zien. Die moeten we dus... Kan ik op jou te zingen? Waarom heb jij niks boven jou? Ik ben teleurgesteld. Maar goed, we moeten dus alle blokken, moeten we dus zeg maar geel zien te krijgen. Nou, dan zitten er dus zeg maar een heleboel hazards zitten hierin. Zoals, ja, blokken die je kapot willen maken. Die dus zeg maar van die scherpe punten aan zich, aan de zijkant hebben. En als je er dus zeg maar twee keer op springt. Mag ik wel eventjes op jou springen? En dan weer op hem springen. Dank je. Dan heb je dus zeg maar het nadeel dat je ze dus weer blauw maakt. Auw. Jij bent een issue voor mij. Oké, nou dan gaan we hier naartoe. Oh, daar zit helemaal niks. Faal. Wat? Oké, nou, sorry voor die faals van net. Maar ja, iedereen die faalt wel eens een keer. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Geef me die munt. Oké. Nou weet ik dus dat we nog alleen die moeten, want aan die andere zijkant daar zat dus helemaal niks. Dus ik neem aan dat we alleen deze nog moeten. Yay! Serieus, dat was alles? En daar faal ik gewoon twee keer bij? Andere levels waar ik dus gewoon echt, ik weet niet hoe moeilijk mee bezig ben. Haal ik gewoon in één keer hier. Nou ja, prima. We hebben een ster. We hebben een ster. Maar we niet klagen. Maar we niet klagen. Nee. Dit is sterretje nummer 3 al. Die vraagtekens die zijn echt heel erg kort. Die zijn echt van die mini, van die micro levels. Maar oké. Okay. Zoek maar één ster te halen, zo te zien. Nee, we hoeven nog steeds niet te saven. Goed, voordat we dus zeg maar naar de Grand Boss gaan van deze dome, hebben we dus hier een Hungry Luma. Deze Hungry Luma. Hey you, yeah you, can I have any star bits? If you feed me a bunch of star bits, I will have a transform. En die wil dus 400 star bits. Nou, die wil je dus zo gewoon geven. En dan krijg je dus zeg maar een extra level. Iedere dome heeft zijn eigen, ja, Luma zeg maar die star bits wil hebben. En die dus zou veranderen in een level. The sweet, sweet galaxy has appeared. Volgens mij een van mijn favoriete levels. Weet ik niet zeker hoor, maar... Ik herinner me dus een heel goed level. Oké. Okay. Rocky Road. Nee, dit is niet het level waar ik het over had. Maakt niet uit. Dit is wel het level waar ik het over had. Dit is een van mijn favoriete levels. Waarom? De muziek. Nee. Oké. Okay. Dit is oorspronkelijke muziek van Mario 3. Ik denk dat dit de remastered... Dat ging me net goed. Ik denk dat dit de remastered version is van... All Stars. Maar ik vind het zo gaaf. Gewoon Mario 3 muziek. Mario 3 was een van mijn favoriete spellen toen ik een klein kind was. Toen ik nog op de NES speelde. Dus elke keer als ik die muziek hoor... Dan word ik gewoon blij. Ik weet niet waarom, maar ik vind muziek gewoon zo gaaf. Geweldig audio commentaar dit hoor. Brentelflos muziekje. The sun will come from the sky. If you hit turtles, you die. And also raccoons can fly when P is I. Oké. We're going back. Nou nee, ik heb gewoon een power star. Vinden jullie vast zeker niet erg. Dus 4 power stars in 1 aflevering. En we zitten pas op de 15 minuten. Wauw. Maar ja, aangezien dat we op de 15 minuten zitten. En de volgende level waar we nou alleen nog maar naartoe kunnen gaan is. Hé, hey, Rosalino, gaat mee. 10. Galaxy complete. High score updated. You increase your star bit. Want to save your game? Nee! Oké.
Waarom stond... Oh ja, dat komt omdat we via die Nou, op het moment dat je dus zeg maar dat level nog een keer zou willen doen, dan wil je met die rode star weer praten, wordt het weer een launch star en dan kun je daar weer naartoe. Goed. Wat we dus gaan doen is, aangezien dat ik nu op de 15 minuten zit en dat de volgende level, de enige level wat we nou nog op dit moment kunnen doen, ja, het Bowser Patraai level is, wil ik die bewaren voor de volgende aflevering. Dus ik dank jullie natuurlijk allemaal voor het kijken. Laat een reactie achter als je daar tijd voor hebt, wat je leukste momentje was van deze aflevering. En laat een like achter als je daar ook de tijd voor hebt. Ik dank jullie natuurlijk voor het kijken en ik hoop jullie morgen dan te zien in een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. Bedankt voor het kijken, dit was Zelda Play 20 en ja, tot dan. Doei!